kwartfinale tegen Frankrijk. Er zit gewoon een heel groot verschil tussen knock-out en de groepsfase. Dat Viviane Miedema speelt. Daphne van Tomselaar. Dat was het EK voor Oranje. Fenomenaal doelpunt van spitsen. Oh, ook nog Jacky Groene. Europees kampioen voetbal. Schieten, schitterende goal. Laat de zon in je hart. Is het eigenlijk trekker of tractor? Het is trekker. Wat doe je hier eigenlijk? Dit is het trainingscomplex van Oranje. En we dachten, dat loopje door het bos hebben we nu al zo vaak gedaan. We doen eens een keer wat anders. Uitlooptraining? Ga ik er toe rijden. Kijk, we hebben een nieuw iemand in de vlog. Hallo, moet ik dichterbij komen? Ja, graag. Hi. Ik ben Arjan, ik kom Dominique overnemen. Oh. We zouden niet filmen door dit bos. Nee, maar toen stonden we bij de bus. Veel meer speelsters dan verwacht. Ja, want het is de dag na de wedstrijd. Het is bloedje heet. We mogen zelf beslissen of ze komen, ja of nee. Maar het zijn er veel. Ik denk misschien dat het wel een beetje bedacht is voor het groepsgevoel. Er zijn ook wat speelsters die zich willen bewijzen. En nu? Kijken. Het was echt gezellig, hè? Ja, het was vandaag teambuildingdag. Het is natuurlijk ook gewoon bloedheet, dus je kunt ook moeilijk de dag na de wedstrijd in 35 graden 11 tegen 11 gaan lopen afwerken. Wat natuurlijk wel zo is, is zij en wij hebben nu meer tijd tussen de wedstrijden dan normaal. Je hoeft niet gelijk de blik op Frankrijk te hebben. Morgen heb ik een dag vrij. Ik durf het nog niet echt te geloven. Ik denk toch dat er nog iets gaat gebeuren. We hebben ook gehoord dat de speelsters ook echt vrij krijgen. Iedereen binnen blijft in de airco. Ik denk dat er veel spelletjes gespeeld gaan worden. Denk ik ook. Ben je goed in spelletjes? Ik kan niet echt mijn verlies. Oh, wordt gezellig. Opnieuw tegenslag voor het Nederlands elftal. Lieke Martens heeft de EK-selectie in Engeland verlaten. Weet je nog wat jij gisteren gezegd hebt? Nee. Morgen heb ik een dag vrij. Toch dat er nog iets gaat gebeuren. Maar laten we het in perspectief stellen. Want ik denk dat Lieke Martens een stuk rottere dag heeft dan wij. Geen EK meer voor Lieke Martens. Dat komt wel onverwacht. Het zou een voetblessure zijn die ze dan tegen Zwitserland heeft opgelopen. Maar wij hebben volgens mij niks gezien. We zagen haar zondag nog gewoon de wedstrijd spelen. Ze werd inderdaad wel gewisseld. Dat was zo'n 20 minuten voor tijd. Maar dat leek eerlijk gezegd een voetbaltactische reden te hebben. Gisteren hebben we haar wel gezien op de training, maar ze trainde niet. Ze lag op zo'n foamroller. Maar ook dat is niet echt gek, nee, want ze was niet de enige. Maar nu is ze naar huis. Hoeveel tegenslag denk je dat een bondscoach kan hebben? Want we hebben natuurlijk al twee blessures gehad. Sari van Veenendaal naar huis, Aniek Nouwen is een week weg geweest. Twee coronabesmettingen en nu dus ook nog Lieke Martens. Dus de bondscoach moet weer met pen en papier gaan zitten en weer een nieuwe opstelling bij elkaar puzzelen. Ik ben benieuwd hoe dit gaat. Ik ben benieuwd naar morgen. Ik hoop dat Viviane Miedema morgen terug is. Dat we toch een beetje goed nieuws. Toch wel een beetje goed nieuws. Ja. Wat is er aan de hand? Ik krijg een appje van de perschef. Goedemorgen, we komen eraan met goed nieuws. Viviane is vandaag weer bij de groep aangesloten. Nou, we zeiden het net nog. Lekker goed nieuws. Miedema. Ze traint weer. Wat vind je ervan? Van wat wij tot nu toe hebben gezien, heeft ze wel alles meegedaan. Ze hoest nog wel veel. Ze hoeft nog niet alles te geven, heb ik het idee. Ze gingen bijvoorbeeld positiespel doen en dan was zij de chameleon, zodat ze dus eigenlijk nooit druk hoeft te zetten. Lekker. Een bussie? Bussie, ja, lijkt wel toch? Ik begrijp dat het dubbel is, want Lieke is een soort van voorbeeld voor jou. Tegelijkertijd is ze ook je concurrent, zo is het ook gewoon. Wat denk je dat dit betekent voor jouw kansen op speeltijd? Ik probeer minuutjes te maken, of dat nou 20 of 10 zijn. Ik hoop gewoon te knallen. Of 90. Ja, dat denk ik niet, maar we zien het wel en ik ben ready for team. Dit is een zeggen, he giving her a life story to you. Oh my god. You ever say that I talk too much again?
Ik hou de camera even vast, want jij had net een extra taak. Ja, ik moest even een reflectiescherm vasthouden. Ik heb veel vragen gesteld en ik had even niet door dat jij langzaam dood aan het gaan was van spierpijn. Ja, maar ik neem aan dat jij hebt gevraagd naar Lieke Martens, haar blessure. Ja, terrible news, injury and complaints after the game. Is het de teen van 3 jaar geleden? No idea, the history of the body. I would say it's my most underqualified place. Hij zei wel echt dat er dus iets is gebeurd in die wedstrijd tegen Zwitserland. The complaints came after the game. I wasn't aware of anything in the game, but it was after the game. And yeah, that's when the process begins. Dus het is niet de reden dat ze gewisseld is? Nee, zo klonk het niet, nee. Oké, nog 3 nachten slapen. Ja. Kijk eens waar we zijn. Lekker golfen? Wat doen we hier? Spelershotel, interviews maken. Klopt. Arjan is even locatie gaan scouten. Achter ons. Ik zie. Jullie zijn niet bang, hè? Beetje lef in het leven. Ik doe mee, waarom niet? Zo lekker normaal gebleven. Voetbal bij Chelsea, sleep nog een stoeltje voor ESPN. Annick, ik heb jou niet meer gesproken sinds jij terug bent van je blessure. Hoe gaat het met je? Ik mag niet klagen. Het is allemaal eigenlijk heel snel gegaan. Vind je dat het gaat in de verdediging? Ik denk dat we nog niet per se onze beste kant hebben laten zien verdedigend zijn. Hopelijk kunnen we gewoon elke ronde door blijven bouwen en zorgen dat we toch doorkomen elke keer. Oké, we krijgen zo Jacqui nog. Ik zie Jacqui al aankomen. Kom. Het is goed, ik kom aan de berg op. Oké. Wat is je gevoel tegen Frankrijk? Hoe sta je erin? Echt een superleuke wedstrijd. Ik heb er zoveel zin in. Sorry, ik kom echt met... Ik ben even, afgeleid. Ze zijn natuurlijk super sterk, dat lijkt me heel duidelijk. Dat hebben we ook al gezien in het toernooi. Het is een goed team. Ook zij hebben zwakke punten, dus daar gaan wij hopelijk zoveel mogelijk gebruik van maken. Dankjewel. Thanks. Thanks, Jacques. Thanks, guys. Ik was een interview aan het doen. Ik was op zich aan het werk. En toen zag ik jou opeens wegsprinten. Wat gebeurde er precies? Nou, ik weet het niet, maar ik zag Precia, weet je wel. Ze kon collega. En die had net haar interview gehad met Jill Roord. Mm-hmm. En ik zag 3 Britse vrouwen. Nou, dat leek mij een recept voor plezier. Goed materiaal. En toen ik daar kwam, waren de eerste woorden van Precia. I'm the striker, you know, so I'll score the goal. En Jill zei... What position do you play? I'm the coach. No, I'm not the coach. Maar eerlijk, als je wel de coach zou zijn, zou je mij dan opstellen? Ja, want jij bent zo'n rat, denk ik. Ja, best wel een Danielle van het Dom. Ja. Maar ja, het is ook interviews. Was het leuk? Nou, blijkbaar niet zo leuk als jij, maar het was wel leuk, ja. En we hadden nog een boektip. Normal People van de Kale. Gaan we dat nu lezen? Heb ik al gedaan. Oh, nou ga ik dat nu lezen. Oh, Eline zegt wij gaan ook steeds langzamer. Oh, zij zijn er ook nog niet. We hebben lichte vertraging gehad. En met lichte vertraging bedoel ik 3 kwartier. Chaos? Nee, want Oranje staat ook in de file. Dus dan is alles opgelost. Oh. Zit jij nu al te wachten op de opstellingen? Ik zit te wachten op de opstellingen. Ik denk zelfs dat ze daar al op het scherm moeten. Maar dat is opgelost. How are you? Good. Gehaald. Ja, wij hebben het gehaald. Wij ook maar net hoor. How is Viviane Minima doing? She's making steps. 2 days of training down, 1 more to go today. Is de enige vraag die telt. Kan Minima starten? En wat denk je? Ik denk het. Oranje is achter ons aan het trainen. Met Viviane Minima. Of ze ook gaan spelen is nog even de vraag. Ja, jij had 1-op-1 interviews. Die heb jij dan voor de persconferentie. Ja, toen zei Parsons... Things are moving in the right direction. So far, so good. Toen kwam de persconferentie. Daar klonk hij eigenlijk nog pessimistischer. We have to see the training session. We have to do the check-in later today. We are ticking boxes. We have a few more to go. Let's see. Moet er nog wel wat puntjes op de i worden gezet. Wie gaat Martens vervangen? Goeie vraag. Dat hangt natuurlijk af van of Minima terug is. Ik zie hier trouwens nu ineens hesjes, maar dat zegt allemaal niks. Het zijn allemaal hesjes om ons af te leiden, denk ik. Wat denk jij? Ik ga even snel kijken. Ja, dit zijn afleidingshesjes. We doen ook wel ons best om erachter te komen. Gaat Minima nou spelen, ja of nee? Wie gaat Martens vervangen? Maar we krijgen niks. Goedenavond, we zitten in het New York Stadium. Ik heb nu echt spanning. Hangt ook zo op. Holy shit, kwartfinale. Erg spannend. Het moet nu gebeuren. Het moment van de waarheid voor Nederland. Er is 1 hoofdvraag. Kan Minima spelen? In de terugkeer van Viviane Minima. Nu moet het gaan gebeuren voor Nederland. Schot uit de tweede lijn, paal! En dan moet hij nu zitten en hij zit niet. Allemaal even dankjewel.
gaat allemaal net goed. Renard en Rondomsela. Oef, deze kans moet erin, maar het gebeurt niet. Daphne van Domselaar. Zorg dat we kunnen gaan verlengen. Dat ziet eruit als een penalty. En van Domselaar zit eraan, maar het is 1-0 voor Frankrijk. Nederland is Europees kampioen af. Nou, het was niet onverwacht, maar het is wel de manier waarop is wel zonde. Ja, het was een hele spannende wedstrijd. En Nederland was echt niet altijd goed, maar er zat wel meer in. Ja, maar zonder van Domselaar stonden ze bij rust al 4-0 voor. Ja, ik ga een standbeeld oprichten voor Daphne van Domselaar. Het ging zo snel en het ging ook zo goed. En het is zo jammer dat het dan nu ten einde is. Zonde. En ook voor Stephanie van der Gracht. We hebben met z'n allen keihard gevochten. Ja, en dan krijg je zo'n lullig moment tegen. Ik heb even geen woorden eigenlijk ervoor. Dat was het EK voor Oranje. Jammer, hè? Ja. Ja, heel jammer. Gelukkig is er volgend jaar een EK. Inderdaad. Ik ga door naar Wembley. Dat er weer wel. En ik zie weer in Nederland. Verder vloggen. Wie weet. Einde.